eigenlijk zeggen wij altijd, gebruik geen overgangseffecten. Gebruik alleen een harde overgang, zoals deze. Maar soms wil je juist wel een effect gebruiken. Wanneer doe je dat? Daarover gaan we het hebben in deze video. Hoi, ik ben Gietje van de Videomakers, het kanaal waar we jou helpen bij het maken van betere video's. Deze video is heel bijzonder, want we hebben Artlist bereid gevonden om deze video voor ons te sponsoren. Super cool, daarover gaan we je later natuurlijk meer vertellen, want eerst gaan we dieper duiken in waar we het in deze video over willen hebben, namelijk overgangseffecten. Wanneer gebruik je die nou wel? En om nog heel even terug te gaan naar de basis, in principe gaan wij als filmmakers standaard uit van een harde overgang. Dus waarbij je een beeld neerzet, een ander beeld daarnaast zet en dat ze gewoon hard in elkaar overlopen. Zoals nu. Nou, nu zie je dat we ook hebben ingezoomd. En dat doen we omdat we eigenlijk dan twee keer een ander beeld maken. Dus we maken dan twee verschillende soorten shots die we met zo'n harde cut aan elkaar plakken. Want stel dat je nu even een stukje eruit zou knippen en ik ben opeens hier, dan krijg je een springer op het moment dat je niet inzoomt. Goed, lang verhaal kort. Die harde overgang, dat is eigenlijk de standaard overgang. En daarnaast heb je nog een hele bibliotheek aan allerlei bijzondere overgangen. Die weet ik het, knipperen, sterretjes geven, vierkantjes, page peels, crossfades, noem het maar op. En wanneer gebruiken wij nou welke? Want ook als professionele filmmakers gebruiken wij soms wel zo'n effectovergang, maar alleen op hele specifieke momenten. In deze video ga ik je niet laten zien hoe je al die overgangseffecten maakt. Een deel daarvan zit al in video's. Mocht je echt daarnaar op zoek zijn, dan kunnen we daar nog wel een keer specifiek een video over maken. Laat dat zeker weten hier beneden in de reacties. Maar wat ik vooral wil dat je meeneemt uit deze video is het idee erachter. Dat je niet een overgang gebruikt omdat je denkt, oh, twee shots zitten even lelijk op elkaar, laat ik er een overgang overheen gooien. Maar dat je weet welk verhaal je vertelt met die overgang. Dus dat je inhoudelijk weet waarom je ze zou inzetten. De eerste waar ik het over wil hebben is de crossfade. Dus dat is, nou ja, ik zal hem je nu eventjes laten zien. Dat is dit op het moment dat twee beelden een soort van in elkaar overlopen. En deze wilde ik als eerst benoemen, omdat dit de overgang is waarvan ik zie dat mensen er het eerst naar grijpen op het moment dat ze denken, oh, twee beelden passen niet mooi op elkaar, laat ik ze dan maar mooi in elkaar overlaten vloeien. Dus ik zie bij veel beginnende filmmakers dat deze wordt gebruikt als een standaard overgang. En ik moet zeggen, ik gebruik deze overgang heel weinig. Momenten waarop je hem zou kunnen gebruiken is bijvoorbeeld op het moment dat je een soort droomsequentie wilt maken. Dus als iemand in een wereld zit die, nou ja, een beetje dit doet, die niet meer helemaal de realiteit is, waar dingen inderdaad in elkaar overvloeien. Een ander moment waarop je hem zou kunnen gebruiken is bijvoorbeeld als er heel veel tijd verstreken is. Dus stel je hebt een shot vanuit een raam en je ziet dat het herfst is en dat loopt langzaam over in datzelfde shot en dan is het winter. En het loopt over in hetzelfde shot en dan is het lente. Dat zijn momenten waarop je heel mooi die transitie kan gebruiken waarin het ene overvloeit in het ander. En natuurlijk op het moment dat je kunstzinnige video's maakt. Als je videoclips maakt en je ziet de gitarist en je ziet dan de zanger en die komen dan zo een soort van door elkaar heen en dan komt de een weer wat meer naar voren en dan komt de ander weer wat meer naar voren. Dat zijn momenten waarop het heel erg leuk is om daarmee te spelen. In een soort hele praktische zin gebruiken we deze overgang ook nog wel eens aan het eind van een video. Dus stel je hebt een hele video gehad en dan komt er een eindscherm zwart of wit met het logo van de organisatie waarvan die video is, met een URL eronder. Die kan je er hard in laten komen. Als je kijkt naar ons eindscherm aan het eind van de video, die komt altijd gewoon bam erin. Maar je kan ook zeggen, oké, dat is een moment om nog even, als iemand na de laatste quote, de laatste tekst die hij gegeven heeft, nog even een lach heeft en het gaat zo langzaam over naar het beeld met dat logo. Dat kan heel mooi zijn. En ik heb daar niet een soort harde regel wanneer je dat wel of niet doet. Het is gewoon soms op je gevoel dat je denkt, oh ja, nu is het net even lekker als die dan wegveet. En bij onze eigen video's denken we altijd, nee, we zeggen gewoon aan het einde, doei, dag. En dan is het ook gewoon, wop. Ja, eindscherm eraan. Volgende die ik met je wil bespreken is de push. Dat is het effect wat je bij ons vaak ziet als we een tussenscherm doen. Dus je hebt hem net als het goed is gezien. Ik kan hem nu nog wel eventjes laten zien. En dan doen we gewoon even een tussenscherm ertussen voor de gein. En wat je nu dus zag gebeuren is dat ik werd weggeduwd door een ander beeld.
Er komt in dit geval een tussenscherm te staan. En daarna word ik er weer ingeduwd. Oh, we gaan de andere kant op, zegt Riske. Oh, damn it. Ja, ik ben in de war, want ik zit natuurlijk zo naar de camera te kijken. We gaan die kant op. Hey. Ja, want we zijn daar wel specifiek in. Het is niet dat we de ene keer het ene moment en de andere keer het andere. We doen dit altijd vanaf dezelfde kant. En ik durf nu even niet te zeggen, dus die kant. In elk geval, de push. Die gebruiken we dus vaak voor tussenschermen. Of eigenlijk voor alle tussenschermen. Ja, omdat het gewoon een leuke overgang is. Die ook een beetje grappig is. Die een beetje speelsheid toevoegt. Een tussenscherm is ook echt iets anders dan een ander shot, zeg maar. Dus op het moment dat je een verhaal vertelt en er komt gewoon sfeerbeeld overheen, dan hoort dat bij dat verhaal. Maar in het tussenscherm, dan gaan we echt even een soort van heel even naar een ander wereldje. En we komen weer terug in de video. Dus op zich, om die wereld er even in te duwen en niet te doen alsof die onderdeel is van de wereld waarin we nu zijn, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. En Riske heeft dit dus ooit bedacht. En ja, wij vinden de stijl die dat geeft, past gewoon heel goed bij de videomakers. Het is vlot, het is gewoon, het komt erin, het gaat er weer uit, het geeft energie. Ja, het past gewoon heel goed met een bepaalde speelsheid bij wie wij zijn. Dit past beter bij ons dan dat we bijvoorbeeld zo'n crossfade zouden gebruiken om een tussenscherm te laten zien waarin het er langzaam in zou komen en weer langzaam weg zou gaan. Dat is gewoon minder wie wij zijn. Het is minder de stijl van de video. Gedachte hier nog bij, want je hoort bij die pushes altijd whoosh, whoosh. Dat zit er niet per se bij. De overgang in je montageprogramma is eigenlijk alleen die push. En je kunt dus overwegen om daar nog een whoosh, heet dat in ons geval, om daar nog een geluidseffect onder te zetten om dus ja, dat effect van dat duwen van dat scherm, zeg maar, om dat te versterken. En om een soort van, ja, nog een extra speelsheid toe te voegen. Dit is ook nog weer grappig. Als je helemaal naar het begin van onze video's kijkt en je kijkt naar het animatietje dat erin komt, die heeft helemaal geen effect. Die komt er weer gewoon hard in. Terwijl dat ook een soort ander wereldje is wat er even in komt. Met ons logo, hè? Met die vrouw die zeg maar komt aanlopen en dan bij de camera gaat staan. Maar daarbij heb ik dan weer het gevoel dat het een soort van zo kort is en ook zo kort op het begin is. Dat ik denk, ja, als we daar een push op gaan doen, dan is het, hoi, de video is begonnen. Hier is een whoosh. Oh, hier zijn, het is een animatie met allemaal geluidjes. Wow, en hier is nog een keer een push. Dat het daar te veel is of zo? Ja. Soms is het ook moeilijk uit te leggen, maar het voelt gewoon heel logisch om het daar niet te doen en bij al die tussenschermen wel. Dan de overgang met een light leak. Nou, die ga ik je niet laten zien op de video die we nu maken, want in deze setting is het een beetje gek. Maar ik heb hem voor Travel Cradle wel eens gebruikt. Ik zal je hier wat beelden laten zien van Batanes, waarbij je dus ziet dat we een prachtige zonsopkomst hadden. En daar had ik een mooi twinkelend muziekje bij en dus ook af en toe een soort lichteffect. Kijk maar. En ook deze overgang gebruik ik natuurlijk in een reisvideo lang niet overal, sterker nog, meestal niet. Ik had hem hier specifiek gebruikt, omdat ik dacht, ik wil deze zonsopkomst nog net iets meer magie meegeven. Dus ja, je hebt dan al de mooie kleuren, hè, als de zon net opkomt, een beetje dat oranjige wat de zon dan meegeeft. We zaten in een mooi, beetje bergachtig graslandschap, een beetje Game of Thrones-achtig, waarbij we uitkeken over de zee. Als je de zon laag hebt, dan kan je ook al flare hebben in je camera. Dus op zich een light leak, wat ook zo'n beetje zo'n flarig effect geeft. Ik dacht, dat kan er wel heel goed bij passen. Zeker ook met de muziek die ik erbij gekozen had. Een beetje zo'n magische, elfachtige muziek. Dacht ik, ja, dit kan net nog een soort van die plek nog magischer maken. En daarom had ik dit effect gebruikt. En ook af en toe dat effect meegenomen in de overgangen. Je kunt je dan afvragen, hoeveel gebruik je dat? Want als je het hebt over extra magie meegeven, dat is een soort van, dat wil je toch bij elk shot. Maar het voelt een beetje hetzelfde als dan een uitroepteken zetten na een zin. Ik bedoel, ja, je kan bij elke zin wel zeggen, ik zet er een uitroepteken achter. Maar dan verliest dat uitroepteken totaal zijn kracht. Dus het wordt heel irritant om te lezen. Omdat je het gevoel hebt dat iemand de hele tijd dit aan het doen is, want alles wat ik zeg is heel belangrijk. Nee, als je iets
extra jeu wil geven in een video, dan kan je die berg ook maken door niet alles op diezelfde hoogte te zetten. Want dan blijf je alles maar, snap je wat ik bedoel, de hele tijd omhoog pushen. Dus ja, ik had dit moment uitgezocht omdat ik daar een tijdje naartoe werk en een soort van, wat gaan we nou eens morgens doen op in het donker, op een motortje, waar gaan we nou eigenlijk heen, door de jungle en dan, oh, dat dit een soort van de revelation is. Of de hoe zeg je dat in het Nederlands? De onthulling van, wauw, dit is waar we het voor deden. Dus ja, ik zou het vooral zeker spaarzaam gebruiken en momenten waarbij het past. Want hier vond ik de light leaks dan ook weer heel erg goed bij passen. Omdat het al een beetje een soort van magisch is. En wat ik al zei, met die zonsopkomst en dat een zon ook flair kan geven. Nou ja, enzovoort. Maar wees er dan dus ook beperkt in dat het dan alleen voor dat stuk is. Dus ik heb het alleen gebruikt voor het stukje met de muziek. En op het moment dat ik daarna weer ga praten of weer iets ga vertellen, dan gaan we weer in het normale videogedeelte. Dan laat ik de light leaks weg en dan gaan we gewoon weer door in de vertelling waar we in zaten. En waar we dus eigenlijk steeds weer op terugkomen is, je vertelt in je montage een verhaal. En je hebt elementen om dat verhaal te vertellen. En op het moment dat je accenten aanbrengt, uitroeptekens en komma's en dat soort dingen, dan moet je weten waarom je dat doet. Op het moment dat je ergens iets dik gedrukt neerzet, dan heb je daar specifiek naar opgebouwd. Dan zijn dat de dingen die eruit moeten springen voor iemand. Dus je moet er heel goed over nadenken waar je de nadruk op wilt leggen. En als je een effectovergang gebruikt, dan leg je op een bepaalde manier nadruk. Het is een verhaalelement. En dat gebruik je alleen maar op het moment dat je iets extra wilt aanzetten. En als we het dan hebben over belangrijke elementen in je video, laten we even de tijd nemen voor de sponsor van deze video, namelijk Artlist. Wij gebruiken Artlist al een hele tijd. Wij zijn daar super blij mee. We hebben achter de schermen contact met hun. En wij dachten op een gegeven moment, ja jeetje, we raden jullie al zo lang aan. Zouden jullie niet een keer een video voor ons willen sponsoren? En toen zeiden zij, ja. Daar zijn wij super blij mee, want wat is Artlist? Artlist is een platform waar je muziek kunt downloaden. Je kunt een abonnement nemen en dan kun je onbeperkt muziek downloaden voor jouw video's. Of je die nu op je eigen YouTube kanaal zet of, zoals wij, video's maakt voor klanten. De eerste keer dat ik Artlist ontdekte was in een periode dat ik reisvideo's maakte en eigenlijk geen geld had om steeds losse nummers te kopen. Want dat was toen de norm. Dat je naar een website ging en je kocht een nummer en dat zette je onder je video. Maar ja, als je een reisvideo maakt of een andere video waarin je echt veel sfeer wil toevoegen, dan wil je soms ook gewoon meerdere nummers gebruiken. En dat werd heel erg duur. Ik heb een hele lange tijd gratis muziek gebruikt. Wat lastig was vaak, want dan werd de video soms alsnog geclaimd. Het duurde lang om iets goeds te vinden. En toen Artlist kwam met hun platform, gewoon kwalitatief hoogstaande muziek. Je kan heel makkelijk zoeken op sfeer, je kan makkelijk zoeken op instrument, of er wel of geen zang in zit, allemaal dat soort dingen, voor een vast bedrag per maand. Toen was ik echt blown away. Dus ik heb dat toen meteen genomen. Het gonste ook een beetje zo in filmmakerland van, wow, heb je Artlist al gezien? En ik heb er echt geen seconde spijt van. En wij raden het nog steeds aan op het moment dat jij voor meer dan één video muziek nodig hebt, al is het maar één keer per maand, dan vind ik het de investering echt al waard. Dus als je Artlist nog niet hebt, zou ik ze zeker even checken. Je vindt een link hier beneden en dan krijg je ook nog eens 2 maanden gratis. Dus dat is echt een super goede deal. Ik ben er heel erg blij mee. Risk is er heel erg blij mee. En ik weet eigenlijk wel heel erg zeker dat jij er ook heel blij mee zou zijn. Dus dankjewel Artlist voor het sponsoren van deze video. En dan gaan we weer door. De volgende die ik met je wil bespreken is de Fade to Black. Die ziet er zo uit. Nou, zoals je ziet lijkt dat op de crossfade, alleen dan ga je naar een zwart scherm in plaats van dat je 2 beelden in elkaar laat overvloeien. Je hebt hier ook nog een andere variatie op. Je hebt ook nog de fade to white. Die ziet er zo uit. Ja, je verwacht het niet, maar dan fade je gewoon naar wit. Het is wat het zegt dat het is. En deze gebruik ik ook heel erg weinig. Ik gebruik hem, de fade to black gebruik ik soms aan het eind van een video. Als ik het gevoel heb dat je er even soort van rustig uit wil gaan. Want je kan in YouTube bijvoorbeeld nog wel hebben dat je op het moment dat de video klaar is, dat er dan meteen allemaal andere video's worden aangeraden. En zeker als je een soort van, ja, wil dat mensen nog even ergens in blijven hangen of nog heel even de tijd hebben om te laten bezinken wat ze net gehoord hebben. Dan kan ik nog wel eens denken, oh ja, ik doe nu een fade to black waarbij je nog eventjes zo zwart beeld laat staan voordat er nieuwe dingen inkomen.
Ja, ook dit is weer lastig. Het kan ook heel cheesy zijn om het te doen. Want ik heb hem ook wel eens heel cheesy ingezet. Bijvoorbeeld als ik dan meerdere dagen wilde proppen in één reisvideo. Meestal doe ik meerdere dagen in één reisvideo. Laat ik niet zien dat het meerdere dagen zijn. Maar soms is dat ook wel relevant. En dan dacht ik, ja, dan wil ik nu gewoon aangeven dat de eerste dag is afgelopen en dat we naar de tweede dag gaan. En dan eindigde ik op een zonsondergang. En dan wil ik daarna naar het eerste shot de volgende dag met zonsopkomst of als we onderweg zijn of wat dan ook. Dus dan dacht ik, oh ja, dan doe ik eventjes een fade to black. Laat ik het heel even zwart zijn. En dan komt hij de volgende dag, komt het beeld er weer langzaam in. En dan doe ik er nog een kraaiende haan onder om nog even goed duidelijk te maken dat het de volgende dag is. Ik vind het soms ook wel leuk, sorry, om met travel graddles soms stiekem net een beetje dingen een beetje zo cheesy en een beetje foutig te doen. Ik vind dat dit daar wel onder valt. Maar zo zou je die dus kunnen inzetten. En de laatste die ik wil noemen, dat zijn overgangen die vallen eigenlijk zelfs een beetje bijna buiten deze video. Dat zijn de overgangen die je eigenlijk voordat je ging filmen al bedacht hebt. Dus overgangen die je ook meeneemt tijdens het filmen. Wat ik in reisvideo's wel vaker zie is bijvoorbeeld iemand springt van een boot af in het water en de camera gaat omlaag en dan woef, zijn we ineens onder water. En in dat tussenstuk maak je dan even zo woef, snelheid en dan woef, kom je daarna onder water weer uit. Dus alsof de camera zo flipt, zeg maar. En zeker die dingen die zo naar de zijkant gaan, omhoog en omlaag, dat zijn dingen die je echt voorbereidt. Want een deel daarvan zit in het filmen. Hè? Dus dat je een shot maakt wat bijvoorbeeld al naar beneden beweegt en dat je dan hem snel afmaakt. En dat je weet welk shot je daarna gaat plakken en dat je die begint met van boven komen, want daar kwam je net vandaan, met de camera en dan naar het onderwerp. Want als je die beweging met de camera er niet bij maakt en je doet alleen dat effect, dan wordt het heel erg een effect en dan wordt het al heel snel heel erg lelijk. Terwijl op het moment dat je dit goed voorbereidt en dus die camera meeneemt en net aan het einde van een beweging sneller wegdraait en aan het begin weer snel indraait, dan kan je die snelheid die je maakt, kun je weer extra aanzetten in de montage. Door die snelheid nog verder op te voeren, waardoor het echt een soort overgangseffect krijgt. Dus dat zijn leuke dingen om je in te verdiepen, maar bij dat soort overgangen moet je er dus echt al van tevoren heel erg goed over nadenken dat je dat gaat gebruiken. Welke shots je naar elkaar gaat gebruiken, hoe die overgang er dan uit komt te zien en dus ook weet hoe je dat vervolgens moet filmen. Ik kom dan in het gebied, als ik dat gebruik, wat ik heel zelden doe, dat ik het dan ook zelf ga bouwen. Dus dat ik niet de voorgeprogrammeerde effecten gebruik, maar dat ik ze echt zelf maak, zodat ik ze helemaal kan customizen, zodat het helemaal goed werkt met de shots die ik gebruik. Daar zijn wel video's over te vinden online Engelstalig. We hebben zelf ook een video gemaakt, en dan moet ik het uit mijn hoofd even goed zeggen, waarin we 3 overgangen voor reisvideo's met je doornemen. En volgens mij zit daar in elk geval ook dat zoom effect in. Nou ja, die video zal ik eventjes hierboven linken en eventjes hier beneden linken. En mocht nou toch blijken dat je denkt, ja maar wacht even, ik heb nu een vette overgang gevonden. Gietje, hoe doe je dat dan? Laat me dat zeker weten in de reactie hier beneden. Dan kunnen we altijd eventjes kijken wat voor overgang dat is en of ik je dat eventueel kan laten zien hoe je zo'n overgang maakt. Het laatste wat ik hier echt nog bij moet zeggen, want het gaat nu natuurlijk over monteren en vooral over het idee achter monteren. Waarom doe je bepaalde dingen en hoe zet je een goede montage op? Als je daar nog meer over wil weten, volg dan zeker ook onze montagecursus. Ik merk als mensen beginnen met monteren dat ze heel vaak bezig zijn met wat kan het programma allemaal, waar zitten alle knopjes, hoe werkt de techniek? En dat zijn belangrijke vragen, maar antwoorden op die vragen zijn niet de antwoorden op hoe kan ik mijn montage op een goede, snelle, leuke manier doen. Daarvoor zul je echt moeten gaan leren nadenken als een editor. En video's zoals deze helpen daarbij, maar onze montagecursus helpt daar ook ontzettend goed bij. Dus als je die nog niet gevolgd hebt, heel veel mensen hebben hem al gevolgd. Het is echt by far onze meest populaire cursus. Kijk eventjes hierbovenin, want daar vind je hem en dan leer je in elk programma gewoon de basis van hoe je een montage opbouwt. Mocht je hier nog vragen over hebben of mocht je hier nog gedachten over hebben, laat het zeker weten hier beneden in de reacties. We horen natuurlijk altijd super graag van je. En voor nu heel veel plezier met monteren. Met misschien wel het maken van leuke, flashy, gekke overgangen voor jouw video. En tot de volgende keer.